Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Wij hebben alle namen heb ik uitgesneden. En die ga ik allemaal opvouwen en die leg ik hier neer en dan gaat Annie er eentje pakken. En dan weten we wie er die spullen heeft gewonnen. Ze zijn klaar. Alle brieven zitten erin, een stuk of 40, 45, weet ik niet precies. Annie gaat er eentje uithalen. Zonder te knippen wordt dit in beeld gedaan, dus dan weten jullie dat het... Nou, ik had het natuurlijk op meerdere keren kunnen opnemen, maar dat hebben we niet gedaan. Vero Landzaad. Ik zal de gebruikersnaam er even bij gooien. Ik zal even een reactie geven onder zijn profiel. Onder zijn reactie onder de video van Temu. Nou, ik heb een berichtje gestuurd naar diegene en nu afwachten op reactie. Ik ben het e-mailadres even nodig. Dan kan ik benaderen via e-mail en dan kan hij de adresgegevens doorsturen. De winnaar heeft al gereageerd. Dus ik heb al een adres en ik heb al een PostNL label aangemaakt. Pakketjes ingepakt. Veel plezier ermee. Het gaat zo meteen op de post. Ik zit even in de auto. Ik ga even bij een vriend hier in Steenwijk langs. Even op bezoek, want we zijn natuurlijk weg van het weekend. En daarna, als ik weer terug ben, want ik moet om 3 uur weer terug zijn. Het is nu al bijna 2:30, dus ik heb niet heel lang de tijd. Want om 3 uur ga ik naar de sportschool. Dan word ik weer opgehaald door Sjoerd. Dus ik rijd er even snel heen, even een 30 minuutje daar zitten. Dan weer terug en dan even sporten. Nou, ik ben even bij Jelle aangekomen. Dit is Jelle en dit is waarschijnlijk een van mijn jongste kijkertjes. Dit is Mees. Is ook een goede visser. Mees gaat binnenkort eventjes vissen op de plekje waar ik die kleine snoekjes met Sjoerd had gevangen. Gaat Mees ook even een grote snoek uittrekken, toch? Ja. Dus ja, goed plekje daar. Zo, dat was een kort bezoekje, maar het was wel even gezellig. Tijdje niet gezien natuurlijk, dus we gaan nou snel weer naar huis. Want als het goed is, staat Sjoerd zo voor de deur. Maar ik heb geen internet, dus ik kan hem ook geen berichten sturen. Dus ik ga snel die kant op, want het is bijna 3 uur. Nou, ik zit weer in de auto, onderweg naar de sportschool. Ik ga weer niet filmen, dus het wordt een beetje kort allemaal. Maar straks aan het einde mooi weer zo'n Thailand vlogje erachteraan. En dan nog 3 korte saaie Nederlandse vlogjes en dan gaat het gebeuren. Nou, ben ik weer thuis van het sporten. Annie heeft even van die koude pasta, pesto met kip, gemaakt. Die had ze toen ook gemaakt voor koken met Annie in Spanje. Ja, klopt. Dus dat hebben jullie al een keer voorbij zien komen. Is erg lekker. Annie is nou naar de sportschool, die werd net opgehaald. Ze heeft vanmorgen trouwens de camera retour gedaan. Er waren meerdere dingen wat niet lekker werkte voor het vloggen. Dus ik ben er ook klaar mee voorlopig. Ik kijk er ook even niet meer naar. Ik kijk straks wel weer een keer. Ik laat het eerst wel even zo voor wat het is. Ik heb heel veel gekeken en heel veel online. Ben ik het al weken aan het kijken naar filmpjes en dingen. Maar ik laat het eerst wel even. Ik heb misschien straks nog wel even als ik in Azië ben of zo. Nou, zij zegt een heel stuk goedkoper. Dus dat scheelt echt wel een derde van de prijs gaat er dan af of zo. Dus dat is wel lekker. En voorlopig filmt deze camera ook al goed. Iets minder zoom, maar ach, het werkt. Nou, weer een vlogje klaar. En ook weer wat Thailand stukjes erachteraan. Vond ik zelf wel leuk om even terug te kijken. En iedereen kan natuurlijk wegklikken als ze het niet willen zien, want het komt achter de vlog aan. Nog 3 vlogs te gaan hierna. En daarna gaan we naar Australië. Dus waarschijnlijk doe ik ook nog 3 keer Thailand achteraan, omdat het echt hele korte vlogjes worden. Morgen nog even wat spullen opruimen en op internet zetten, want ik heb nog niet zoveel op internet staan. En dan een beetje de tassen beginnen in te pakken. Een beetje de spullen bij elkaar zoeken wat we mee moeten hebben. En ik zal alvast een beetje op internet gaan zoeken naar een auto die we daar kunnen kopen. Ik had nog niet echt heel erg lopen zoeken. Ik ben een beetje lopen kijken, maar nog niks gevonden. Dus ik ga nog even verder kijken straks. Zo, we hebben even gedoucht en we liggen op bed. Daar hadden net even een hotel geboekt voor in Cairns. Voor de eerste 2 nachten. Dus dat is wel lekker. Dan komen we helemaal kapot aan na 2 dagen reizen. Dus dan kunnen we even 2 dagen bijkomen in een hotel. Daarna op zoek naar een auto of naar een bus of zo. Taxi's zijn er wel duur volgens mij. Ik zag net in de Booking app een taxi voor 5 kilometer vanaf de luchthaven naar het hotel was €45. Maar misschien is het alleen zo via die app hoor. Ik hoop dat het daarin het echt wat goedkoper is, want dat is wel heel duur natuurlijk. Maar we gaan het allemaal wel zien. Als het niet anders is, dan is het niet anders. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk zijn jullie er morgen gewoon weer bij. Vergeet het duimpjes ook niet. Tot morgen. Tot morgen. Morgen. Voor degene die het wil zien, er komt nou weer een Thailand vlog achteraan. En anders kun je nu wegklikken. Het is weer ochtend. Het andere beeldmateriaal van de eerste 2 dagen is weg. Omdat het geluid niet mee kwam. Daar gaan we zo eten. Maar er was even geen drinken daar.
Ze hebben allebei deze besteld. Dus die gaan we meenemen daar naartoe en dan gaan we daar lekker eten. Dit zijn ze geworden, we hebben tasjes. Het ziet er best lekker uit, of niet? Ja. Nou, we gaan met dit tasje dus naar de... Kijk. Gaan we daar zitten? Dat is een goed tentje daar. Dat is binnen. Dit is trouwens ook super lekker, deze. Dit hadden we gisteren, dus heel lekker. Of niet? Mm-hmm. Nou, gaan we deze even delen en dan gaan we zo naar de overkant. Daar even een bakje halen. Gaan we daar ook even proberen. We hebben nou dit. Dit lijkt me echt super lekker. Dit zijn allemaal lekkere stukjes kip in bouillon gekookt volgens mij. Met een soepie. Ik weet niet wat je daarmee moet doen. Deze gaan weg nu. Die hebben we hier gekocht. Aan de overkant van waar we net zaten. Daar staat mijn camera, die hapert een beetje zoals jullie zien. Dit is trouwens ook super lekker erbij. Nou, we gaan hem even proberen. We zijn op het station aangekomen. Daar, de laatste bus die daar zit, zijn er gaan wij zo meteen mee. Ah, we zijn weer de enige toerist die volgens mij op het hele station een colaatje besteld. Ik zie helemaal geen andere toerist, alleen mensen van hier, zeg maar. Straks 3 uur in die bus naar de volgende stad, dorp. We zijn onderweg naar de volgende halte. We hebben al een hotel geboekt. Ik ga nou met de bus. Ik zal even de camera omdraaien. Vanaf Bangkok gaan we nu. Ongeveer 3 uurtjes rijden. En dan zijn we er. Dus het duurt wel eventjes. Nog een uur zijn we er. Nou, we zijn aangekomen. Dit is de plaatsnaam. Ik gooi nu een beeld, dit is de plaats waar we zijn. We gaan nou, we moeten nog 2,5 kilometer of 3 kilometer lopen. Dus we gaan even kijken of we gaan lopen of we een tachtje gaan aanhouden zo meteen. Het is in ieder geval 35 graden nu, 36. Het is warm zat. Daar zijn allemaal bloemen en slingers voor het Chinese nieuwjaar, dat is volgende week. Die moeten we linksaf, Annie. De schuin links oversteken. Gaan we op het zebrapad of wat doen we? Nog 26 minuten lopen met 36 graden. Kijk, het dak. Helemaal afgebladderd van de hitte. We zijn aan de haarkant van het vlees. Mensen denken dat ik hun aan het filmen ben, terwijl ik mezelf film, hè? We moeten nog
Kijk uit voor die kabel. Nog anderhalf kilometer of zo. Je kunt ook zijn die ijsjes halen. Ik zit nog weer popcorn. Die kant moet erop. We zijn helemaal kapot. Maar we zijn er. 3 kilometer gelopen, ongeveer 2, ik weet niet precies. Daar onder het hek door, daar is het. Ik ben benieuwd. Dit hoort er allemaal bij. Moeten we het hier niet vragen aan iemand of moeten we naar beneden lopen, denk je? Sans water. Ik zal eens even verder kijken. Ik zit even bij het tentje waar we net langs zijn gelopen, even verderop. Ik laat straks het hotel en zo wel even zien. En even wat eten hier is, want we hebben net een barre tocht achter de rug. Ik zit hier aan de straat. Oh, het cameraatje is natuurlijk moeilijk. Groot cameraatje. Ik zit er bij een barretje. Mooi met een tafeltje aan de straat. Het eten is gearriveerd. Ik heb dit. En hij heeft dat en er komen ook nog uieringen aan. Zullen we het eens even gaan proeven? Ja. Dit is niet zo wel lekker, maar niet zo lekker als die we vanmorgen hadden gehad. Hier, dit zijn nog eens uieringen. Nou, warm. Een dicht blok ui? Het is veel te warm, ja. Ik neem nog een beetje. Ja. Nou, dit is onze huisje, had ik nog niet laten zien. Hier ga je eruit. Een zwembadje voor de deur. Nog meer huisjes hier allemaal naast. Hier kom je erin. Behoorlijk, ik zal hem even uitzoomen. Puur huisje. Dit is een normale grootte, maar ik heb hem even uitgezoomd. Kan ook al zo trouwens. Het ruikt hier ook niet al te fris trouwens. Lekkere afwerkingen ook. Die doet het gelukkig wel. Hier een heel lage ding. Ik sta hier op mijn hoofd. En onderdoor. De camera is knippert de hele tijd. Dus ja. Maar ja, op zich is het wel huisje jacht. Ja, je slaapt hier alleen maar. Als je buiten komt heb je in ieder geval dat zwembad daar. Dat is onze kamer. Als je eruit komt heb je daar het zwembad. We kunnen ook hierin lopen. Het zit aan de rivier. Het is wel mooi. Kijk daarachter maar eens. Daar heb je ook nog hutjes daarachter. Hier nog even, daar was het water. Daar heb je de receptie weer. Dat kun je naar beneden. Geen motortje huren, als het goed is. Dan gaan we hier even zitten en wat drinken. Ik zit nu in dit huisje. Best een mooi huisje. Ik heb even weer uitgezoomd dat je het beeld helemaal groot ziet. Dit is het huisje.
gewoon ook geen buren. Dus je had ook geen last van de buren. Dat daar was één rij. Dus iedereen hoor je alles doen hier. Mooie kamer. Lekker airco net even aangezet, want het is hier best warm. Dit is gewoon lekker. Ik heb een mooi bed, het is gewoon een mooie kamer. Dit ook, mooi schoon alles. Dus dit is wel veel beter. Inderdaad. We lopen er even op straat. Lekker druk nu. Ga niet voorop. We zijn al druk aan het koken overal. We durven naar de supermarkt even tandpasta of zo ophalen. Oh, hier is de supermarkt al. Van jouw favoriete. Oh ja. Deze. Dat is erg lekker. Wasmiddel. Dit is ook. Nee, die niet. Oh. Even wat streetfood op de weg terug naar het hotel. Ja. Stokjes. Ik denk niet dat we die pakken, maar... Hier ligt nog meer. Maar we lopen nog wel even door. Niet meer langs, Annie. We hebben het eten weer binnen. Ik heb dit. Dat is mijn favoriete menu. Dit is Annie. Dat is ook wel best wel lekker, denk ik. Ziet er goed uit, toch? Blanche. Nou, gaan we even proeven. Nou? Nou? Ik proef door naar mint. Lekker of niet? Mooi. Net gegeten bij het resort. We gaan nu even naar de nightmarkt. Dat is 1 kilometer lopen. Gaan we even kijken. Het is hier nog niet hoor, we moeten nog een kilometertje. Het is wel lekker druk op straat, want drukker als vanmiddag nog. Nog een meter of 600 door deze duistere stegen heen. En dan moet het wel als het goed is bij een nightmarkt zijn. Oh, hier begint het al. Oh, hier moeten we de weg over zien te komen. Zijn er. Allemaal kleding en alles. Ik zag net 3 t-shirts voor 3 euro. Dat is niet duur. Hele grote markt. Wat zijn dit ons? Dat weet ik niet wat het zijn. Geen idee. Ik ga gaan eten. Als nagels. Wat? Wil je daar kijken? Nee? We hebben mango sticky guys weten te scoren. Ik ga zo even ergens eten. Wow!
allemaal sushi, 5 watt per stuk maar, dat is niet gek. 5 watt per stuk, dat is niks. 7 stukjes voor een euro dus. Allemaal lekker, dit is pas een foodmarket. Dit hebben we nog niet gezien tot nu toe. Kom, we gaan hier zitten en hier gaan we die mango sticky rice even opeten. Een zakje met een soort kokosmelk of zo, of wit. We hebben hier overheen gegooid. Zullen we eens eventjes gaan testen? Oh, die mango is heel zacht. Is lekker, denk ik? Nee, niet. En? Apart eten, maar het is op zich wel lekker. Ik ga even verder eten. Nee. Annie heeft even een rekkerfruit laten snijden. Kijk, ik zal haar niet filmen. Vers voor Annie afgesneden. Daar zit die. 25 baht, dus 80 cent of zo. Vers gevrept. Pak jij het maar aan, ja? Ik ga verder filmen. Ja. Oh nee, vuurwerk hier achter ons. Dat is het klap omhoog. Oh. We gaan nu weer richting het resort. Even goed gegeten net. Dan zit de dag er weer op. Morgen even de motor huren en dan even naar de watervallen ofzo. Weten we nog niet precies. Heb jij in je tasje zitten? Kijk! Dragonfruit op de kamer.